Welkom bij Culturama, de uitagenda van Midvie TV. In deze uitzending krijg je weer een overzicht van theatervoorstellingen en films die te zien zijn in Leidschendam, Voorburg en Wassenaar. En aan het eind krijg je ook nog een overzicht met interessante exposities. We beginnen deze uitzending met Henk Schiefmacher, de bekende tatoeëerder. Ooit begonnen als etaleur en fotograaf bij de Bijenkorf, is inmiddels 65 jaar. En hij gaat voor het eerst het theater in om over zijn leven te vertellen. Op woensdag 31 januari in Theater Ludens. Het tweede avondvullende theaterprogramma van cabaretier Kirsten Fontijn heet Zalf en is te zien op vrijdag 2 februari in het Vuurtheater. Ook op vrijdag 2 februari wordt het gratis toegankelijke popcafé gehouden in Theater Ludens. Het is een samenwerking tussen het theater en drumschool Voorburg. Lokale bands krijgen letterlijk een podium. De avond begint om 9 uur. De Nederlandse feest- en folkband Pater Moeskom geeft op zaterdag 3 februari een concert in Theater Ludens. Volle maan, de tijd is rijp. Hier kom ik aan met mijn gitaar. Onder jouw raam zing ik voor jou. La 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 la. Nachtlang heb ik al gedraaid. Onder de titel Fiesta vertelt en speelt de groep op geheel eigen wijze de legende van de Pogues. In de Oude Kerk in de Herenstraat in Voorburg geeft Jan Drogers, de tweede organist van deze kerk, op zaterdagavond 3 februari om 9 uur 's avonds een orgelconcert. De Centrale Geheime Bank is de titel van een poppenvoorstelling voor de jeugd, gespeeld door theatergroep Knars. Te zien in Theater Ludens op zaterdag 4 februari om 2 uur 's middags. In het Vuurtheater speelt Ida van Dril de Ratten van Hamel. De voorstelling is voor kinderen vanaf 6 jaar en te zien op zondag 4 februari om 11 uur. Op dinsdag 6 februari is van 12:30 tot 1:15 weer een lunchconcert in Theater Ludens. Het Mozart-trio speelt een gevarieerd programma van vroeg tot hedendaags klassiek. Ook op dinsdag in Theater Ludens, maar dan om 8 uur 's avonds, de vertoning van de film Tulipani. Een komedie van Mike van Diem over de Zeeuwse boer Gauke, die na de watersnoodramp in 1953 op zijn fiets stapt en naar een Zuid-Italiaans bergdorpje rijdt om daar tulpen te gaan kweken. Maar c'è un debole per il dramma. Ma fu una tragedia terribile, un disastro per tutti quelli che l'avevano vissuta. E per un uomo in particolare. Ci stava tuo padre. Lui desiderava qualcosa di meglio per sé. In soli 5 giorni si è fatto in bicicletta dall'Olanda fino all'Italia. Gauke. Gauke. Zoccolo. Zoccolo. Vai, vai. Tua madre era la donna più bella che avessi mai visto. Vai. De winnaars van het Amsterdam Studentenfestival 2015, Stefan Hendricks en Andries Tindru, improviseren er als beperkt houdbaar flink op los. Samen met het publiek moet het een complete comedyfilm worden, te zien op donderdag 8 februari om 8:30 in het Vuurtheater. In Theater Warenaar in Wassenaar staat op vrijdag 9 februari Roué Verveer op het podium met zijn nieuwe cabaretprogramma Happy de Peppy. Ik moet nu constant scherp zijn, waarom? Het komt steeds dichter bij huis. Randy is nu 9 jaar oud. Waar ik trots op ben, is dat Randy alleen op de fiets naar school gaat. Helemaal alleen, 9 jaar.
Pak je zijn tas, zegt hij, ik ga weg, hoor. Doei. Doei. En dan sta ik zo trots, denk ik, wauw, het wordt leuker. Het wordt leuker, ik hoef niet meer echt, echt helemaal uit bed, weet je. De aanvang is om 7:15. K en Mo spelen op zaterdag 10 februari om 8:30 hun cabaretprogramma Grote Muil, Dikke Lip in het Vuurtheater. Een programma van twee Rotterdamse zangeressen met het hart eindelijk op de tong. Geen therapie maakt een meid tevreden. IKEA wel. En geloof me, als het echt kon speuren. Het Kamerettenfestival is de cabaretkweekvijver van Nederland. Op zaterdag 10 februari kan je in Theater Lulens een aantal finalisten van dit seizoen zien. De oproeping is een reeks orgelconcerten die worden gegeven in de Hendrik van Boeijelaan 76 in Voorburg. Een combinatie tussen schilderkunst en muziek. De opbrengst van de concerten gaat naar een weeshuis in Rusland. In Galerie in de Molen is tot en met 11 februari de tentoonstelling te zien Kunst verbindt Kabul, Bosnië, Wassenaar. Verschillende kunstenaars uit Kabul en Bosnië en uit Wassenaar Brigitte Wawoe. Ook tot en met 11 februari in Galerie Patrice van Dorst de tentoonstelling Tree Formations met werk van Kika Notte. In Museum Zwaanstein in Voorburg is een tentoonstelling te zien met nieuwe aanwinst van 2014 tot 2018. Deze tentoonstelling is te zien tot en met 11 maart. In Galerie Artibak is een tentoonstelling te zien met werk van 5 nieuwe leden. Het werk varieert van figuratief keramiek tot beelden en schilderijen. De tentoonstelling wordt geopend op zaterdag 3 februari en is daarna te zien tot en met 25 februari. In Leidschendam in wijkcentrum De Blauwe Tram zijn schilderijen te zien van Ria Rolfink